Do you do flight fitness? I have no idea what flight fitness is. Flight fitness? Nee, daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Nee. Nee, dat doe ik niet. Het heeft zeker zin om oefeningen te doen in het vliegtuig. Het is namelijk heel belangrijk om gedurende een vlucht je bloedsomloop goed op gang te houden. Het geldt ook voor de korte vlucht. Dus de vluchten naar Spanje bijvoorbeeld is het ook al fijn als je wat beweging hebt. Het is daarnaast zo dat het mens niet gemaakt is om lang te zitten. Dus beweging tussendoor is zeer noodzakelijk voor de bloedsomloop. Ja, ik wil het gerust wel proberen. Het lijkt me ook niet zwaar, die fitness aan boord. Dus ik kan het eens proberen. Als we zouden beginnen bij de bovenkant van het lichaam, dus dan begin je bij je nek en je schouders. En je kunt even heen en weer kijken, van links naar rechts. Je kunt even draaien met je hoofd in de ronde, linksom en rechtsom. Je kunt je schouders even optillen en weer laten zakken. Je kunt de schouderrol maken, dus naar achter en naar voor. Als je dan een stukje lager gaat kijken, dan kom je natuurlijk bij de lage rug uit. Maar je kunt even je bekken kantelen in de stoel, ja, dus naar voor en naar achter. Je kunt de polsen kun je draaien van links naar rechts. Je kunt je hand naar je toe brengen en je kunt hem van je afduwen. We eindigen bij de voeten en die behandel je eigenlijk hetzelfde als de pols. Het is ongeveer hetzelfde gewricht. Dus je kunt het door middel van draaien, pointen en flexen. Dus van je afbrengen en naar je toe trekken. Daar kun je de voeten mee soepel houden. Ik heb er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Dat het eigenlijk best wel belangrijk is. En ik denk ook dat ik wat meer moet gaan bewegen in het vliegtuig zelf. In plaats van gewoon blijven zitten en niks doen.